Ja, je zou eigenlijk denken zo van, is dit serieus al ontbijt? Om naar de Halloween Fright Nights te gaan, 2023, de laatste keer dit jaar. En jij moet ook eens kappen met dat achterlijke lachje van je! Hoe oud zijn die kleuters? Ik weet niet, hoe oud ben jij, meisje? Pleur op, ben je 10? Echt niet. Zeg 10! Ze is 10! Ga eens naar bed, joh! Sesamstraat is al lang afgelopen! Een hele goede morgen alweer, beste mensen. Super tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe vlog van mij. En ja, jullie zien het aan mij. Ik ben echt net een half uurtje ongeveer wakker. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben in deze vlog. En ik in ieder geval wel. Het beginstukje van wat ik zeg. Althans het begin, hoe ga ik dit zeggen? Want ik zeg gisteravond... gisteravond voor mij doen, dus voor de vlog van gisteren zei ik... Of ja, vanaf het begin, dus vanaf het opstaan... Dat aanstaan. Nou, het begin is gelukt. Nu nog de hele dag nog. Maar ik hoop dat jullie genieten. En ik hoop voor mezelf echt stiekem dat deze vlog echt lang is. Maar ik kan dat nooit van tevoren echt inzien. Zo van, nou deze vlog wordt 20, 25 minuten. Maar je probeert het wel een beetje. Maar ja, we gaan naar de Walibi Fright Nights vandaag. Het is nu 9:30. Dus ik ga begin van de middag, dus tegen een uurtje of ik verwacht tegen een uurtje of 1 of 2 ga ik die kant op. En ik neem niet mijn batterijen mee. Want normaal gesproken neem ik ook altijd mijn batterijen mee. Maar dan ga ik gewoon bij de bewaakte fietsstalling hier in Kampen ga ik het gewoon neerzetten. Zodat ik niet elke keer met die batterij zit te slepen. Want dat is ja behoorlijk irritant. Maar nee, ik ga in ieder geval een ontbijtje maken. Ik zit er twijfel om het raam eigenlijk open te gaan doen. Maar ik denk dat het anders dan te koud is. Maar... anders blijft er geen zuurstof, dat het hier niet, het zuurstof gaat verversen als je snapt wat ik bedoel. Maar nee, ik ga even zo bij zijn, want ik heb pleurs veel trek. Ja, je zou eigenlijk denken zo van, is dit serieus jouw ontbijt? Ja, dit is een beetje mijn ontbijt. Ik heb nog wel chaudrans met chocolademelk. En nee, ik neem dit niet elke dag. Ik neem dit één keer in de week. En eigenlijk voornamelijk steeds op zondag. Maar dat komt op zondag een beetje mijn... tegenwoordig een beetje soort van mijn rustdag is. En dat ga ik ook... Kijk, één keer in de zoveel tijd moet ik wel werken op zondag. Maar voor de rest ben ik gewoon vrij. En dat ga ik ook gewoon zo houden. Maar nee, ik ga hier zeker van genieten. En ik ga zo ook nog eventjes tv kijken. Zo, beste mensen, ja, ik ben helemaal klaar met alles en ik krijg net weer een mailtje binnen. Maar dat is onbelangrijk en ik gebruik nu ook even weer het schermpje ernaast. Want de afgelopen paar vlogs zagen jullie een beetje dit. Een beetje half gezicht. Dus daarom moet ik mijn camera een beetje zo houden, zie ik. Dus ik moet ook vaak even naar de lens kijken, maar ook af en toe eens een keer naar het schermpje toe. Even kijken of ik inderdaad goed te zien ben. Maar nee, ik ben bijna klaar met alles. Ik ga... Het is op dit moment nu 1:50. Ik hoef alleen nog wat om mijn teen te gaan smeren. Dan het gaasje erop doen. Dan mijn schoenen aan te doen. En dan ga ik denk ik, want ik wil 3-4 uur ongeveer wil ik naar de Fright Nights zijn. Ongeveer, ja, dus ik heb ongeveer nog ruim 1,5 uur. Nog even vrije tijd. De vlog staat gewoon precies gepland om 3 uur. Die van gisteren, dus dat is ook helemaal top. En vandaag is het maandag eigenlijk. Nou ja, als jullie de vlog zien, maandag tegen een uurtje of 3. En die maandag, dus eigenlijk op de maandag, dan ga ik ook uit eten. Maar dat zien jullie dus in de vlog van morgen dus weer. Dus morgen dinsdag. Ja, ik moet af en toe een keer schakelen zo van... Oh ja, elke keer als ik zeg in de vlog van morgen, dan is het ook voor mij morgen dat ik het ook maak. Als jullie snappen wat ik bedoel. Maar nee, ik ga hem nog eventjes verder klaarmaken. Om naar de Halloween Fright Nights te gaan, 2023, de laatste keer dit jaar. Oh beste mensen, ik ga nog even snel naar de wc toe en daarna ga ik er vandoor. Het is op dit moment nu bijna 2:15, dus ik ga er vandoor naar de Halloween Fright Nights. Er staat wel extreem weer voorspeld tussen 3 en 6.
Maar zoals hoe ik het nu buiten zie, vind ik het enigszins een beetje meevallen. Dus ik ga er wel naartoe. Zit hier dus op de trein te wachten. Komt over een minuutje of 10 komt hij hier aan. Thank you.
kwalijk. Heb je het nou echt niet door? Hier moet je opletten. Sukkels, even allemaal dat kutlachje na doen. Met z'n allen in 3, 2, 1. Hoor je nou ook hoe achterlijk dit klinkt? Alsof je een gigantische komkommer tot diep achter in je huig hebt gehad. Met die gore hobby's van je. Mag eens? Nou, zo kan die wel weer, hè? Het moet ook... Zo lachen jij! Je klinkt zelf als een soort neergeknuppelde zeehond! En oh ja, natuurlijk! Daar staan weer allemaal peuters voor onze neus! Ja, zitten er elk jaar weer bij, doe je niks aan! Hoe oud zijn die kleuters? Ik weet niet, hoe oud ben jij, meisje? Pleur op, ben je 10? Echt niet! Zeg 10! Ze is 10! Ga eens naar bed, joh! Sesamstraat is al lang afgelopen! Nou, dat wordt zelfs al niet eens meer uitgezonden, hè? Sesamstraat? Kun je nagaan hoe lang je al op bed moet liggen? Ga weg! Kssst! Zeg, en ik wil even iets met jou bespreken. Oh, nou, vertel. Ik hou Maart vast. Ik zie jou hier ieder jaar dansen met die Emily fucking Brown. Ja? Moet je niet meer doen? Niet? Nee! Waarom niet? Is toch leuk voor de mensen? Het ziet er toch niet uit, man? Heb je jezelf wel eens gezien? Kijk, hetzelfde terug. Hebben jullie hem wel eens zien dansen? Het lijkt wel of je een halve hebt. Eén ballonnetje, een collectors item wel te verstaan. Dus ik heb iemand nodig met een beetje een leuk verhaal. He, je oma's
Linda, Linda, Linda. Oh, maar dichtbij valt het even tegen. Kom even deze kant uit. Waar kom je vandaan, Linda? Deventer, wat een tering en weg, joh. Oh, wacht, even, stop. Hey, en Linda, als ik nou voor jou een ballon ga vouwen, hè, waar denken we dan aan? Denken we dan aan een mooie bloem? Of denken we dan aan een dier? Of denken we, wacht eens even. Zie je meteen, I like the way you think. Lekker, Linda. Nou, zet de ballonnenvouwmuziek maar alvast aan, dames en heren. Want wat het allerbelangrijkste is bij het vouwen van een ballon, is dat je met een beetje gedegen materiaal aankomt. Hè? Dat je goede kwaliteitsrubber hebt. Dat wat hij niet had toen zij zwanger werd, dat heb ik hier dus zeg maar wel recht voor je. Recht in dek, deze. Goed zo. Nee, maar dat is natuurlijk niet zo. Je moet wel kwaliteitsballonnen hebben, want dan gaan ze langer mee. Dan heb je er langer plezier van. En dat kindje hier vooraan ook. Lekker vee. Moet je mij niet vragen afstaan bij je niet klaar? Oh, nou net bang kijken. Hoe oud ben jij? Wat? 11? Geloof er geen zak van, man. Is die 11? Ja, dat ben je, hè? Nee, ik dacht dan goed. Linda. Oh, je staat gewoon te WhatsApp in de tussentijd. Met wie ben je aan het appen dan? Met je man? Waar is je man dan? Thuis? Kom er eens bij, Linda. Ja, wacht even. Hi, Linda. Hoe oud ben je? 37. Geef je telefoon eens. Oh. Is even. Oh, is dit er meteen? Oh, die is heel breed. Laat maar. Zo'n gast meteen. Hoe heet die? Martijn. We gaan eens even bellen met Martijn. Neemt hij niet op? Hoezo niet? Hij neemt nooit op. Waarom neemt hij niet op? Zit hij in de gevangenis? We gaan een filmpje maken voor Martijn. Martijn, hè? Ja! Hey Martijn, dit is hier Eddie... Oh, wacht even, hij doet het niet. Ja, hey Martijn, dit is hier Eddie de clown van de Halloween Friday Night. Ik sta hier met Linda. Ze komt vanavond niet meer naar huis. Ze blijft hier vanavond overnachten bij mij. Het is wel even regenachtig geweest, dus ze is zeiknat. Maar ze zei dat ze altijd zeiknat is. Dus, nou goed. Nou jongens, als jullie even je middelvinger opsteken naar Martijn. Hey! Lekker voor je, sukkel. Zo, even sturen. Oh, hij heet ook schatje in je telefoon. Nou, dat was het. Goed jongens, we gaan naar een ballon vouwen. Hey, als ik Martijn denk, hè, denken we dan aan Martijn? Martijn! Of denken we dan aan, oh, Linda, zondagavond, zet je maar op de bank naast me, Martijn! Is dit een beetje Martijn? Lekker. Nou, als jij deze even... Linda, wat de fuck is dit nou weer? Nou, goed, maakt het allemaal niet uit. Als jij voor mij deze heel even wil opblazen, dan gaat het iets sneller, dan doe ik deze. Met een blaad. Blazen, Linda, blazen. Dat kan niet. Wacht, probeer het eens dan. Je hebt nog niks geprobeerd. Wat doe je voor beroep? Je doet niet. Nee, dat dacht ik al. Ik doe helemaal niks. Zit de hele dag. Ach, is die draai op de bank natuurlijk naast Martijn. Blazen, Linda! Niet zuigen! Ik snap wel waarom Martijn niet mee is gekomen. Jongen, ja zeker. Ik heb nog geen kinderen dan, of wel? Vijf? Dat weet ze dan weer wel. Ik heb nooit honderdjes gebruikt. Nou, laat het allemaal maar. Het duurt allemaal weer veel te lang. Weet je wat? We gaan hulptroepen inroepen. Hou er maar bij, jongens. En de clown. Kan nog even duren. Kan nog koffie halen in de tussentijd. Kan nog een blaadje in de tussentijd. Kan mij spelen. Overigens, als iemand nog Albert Heijn is die baantje wil opgeven, dan moet u maar hier geven. Is er gebleven. Ja, zie je maar naar Walibi. Goed. Zo. Stilte. Stilte. Ja. Hou je bek, joh. Staat iemand een hele fucking show weg te geven, dan gaat iemand de hallo er helpen gillen. Je bent zeker nog nooit fatsoenlijk in een theater geweest, gek. Hoe oud ben jij? 8? Ja, hè? Heb ik goed gegokt? Wat een lelijke tandjes heb jij. Daar kan geen beugeltje tegenop, hoor. Jij kan hoogstuigen. Ik denk dat jij Hamsterweken moet gaan doen binnenkort, hoor. Als Hamstertje. Tjonge, jongen. Goed. Zijn toch misschien? En weet ik niet, Linda, maar ga jij die fucking ballon vouwen of... Ah, oh, hè, jongen, jongen, daar gaan we weer. Waar kwam je vandaan ook alweer? Deventer? Ja, dat dacht ik al. Goed, zijn er ook allemaal mensen uit Deventer? Rotterdam! Oh,
kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Oh, ja, kijk eens even. Wat een snoeper zeg. Het is een palmboom met kokosnoten. Heerlijk! En er is ook nog een soort kindersurprise variant. Want er zit een cadeautje bij. Als je hem namelijk openmaakt, zitten de manen in. En die zitten nu in je haar. Dankjewel. Dag Linda. Groetjes. Lekker jongens. En deze is voor die kinderen die daar vooraan staan. Om een show te testen. En ook nog een paar voor België. Groetjes. België. Lekker. Oh, I love my job. Doei, Simon. No fucking way. No fucking way. Hier is Emily fucking Brown! Ja, beste mensen, ik ben weer thuis zoals jullie kunnen zien. En wat een avond heb ik gehad in Walibi Holland bij de Halloween Fright Nights 2023. De allerlaatste keer. Dat was eigenlijk gisteren voor jullie, dus... Ja, nou ja, gisteren voor jullie. Het is ook inmiddels alweer gisteren voor mij. Want het is op dit moment nu 00:17:12, maandag 30 oktober. En Elisa die is jarig, 18 jaar. Woehoe. En nou ja, ik ga dus daarvoor uit eten met haar. En ik neem jullie daar ook een klein beetje in mee. Niet zo dat ik de hele tijd bij het eten zou gaan filmen. Nou, wel een beetje wat, maar ook niet zo heel veel. Het is ook een beetje, om het maar zo te zeggen, ook haar momentje. Maar nee, ik ga je denk ik wel de vlog weer afsluiten. Het is een lange vlog. Denk ik, want ik heb flink wat gefilmd, ook bij Ellie. Wat ik echt wel ontzettend grappig vind. Oh ja, vind. En ik kon nog heel veel meer filmen van Ellie, maar dat had ik zelf al een beetje gezien op TikTok. Ik dacht van, is het nou echt ook leuk om dat zeg maar, ook
te gaan filmen voor in de podcast. Nou, weet je, ik heb al genoeg beeld van Ellie. Maar nee, ik hoop dat jij ontzettend het, genoten hebt van deze vlog. Als je jouw vriend niet de dikker was met een vriend, vergeet niet op mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgen uiteraard bij de vlog om 3 uur middag. En dan zeg ik zoals altijd, laters!